Cross Montgomery heeft een grote titel op zijn naam staan. Die titel behaalde hij in Nederland, in Egmond aan Zee. De Zuiderduin Masters van 2010. Waren voor deze Ross Montgomery in de finale toen, waarin hij werkelijk kansloos was tegen Robbie Green. Hij kwam 4-0 achter in sets, maar wist die partij uiteindelijk om te draaien en met 5-4 te winnen. We gaan kijken wat het wordt tussen Waite en Montgomery. Scott Waite is de partij begonnen. Montgomery mag er achteraan. Montgomery die op overtuigende wijze in de halve finale wist te winnen van Vladimir Andersen, de Deen. Had het in het begin lastig, Montgomery, in die partij. Maar toen eenmaal de eerste set binnen was, die hele rare vijfde leg van die eerste set. Toen ging het daarna heel makkelijk. Dat was de winst voor hem. Maar het was natuurlijk niet de enige wedstrijd die Montgomery won. 100. Dit is al zijn 12e partij op de Dutch Open. Een heel eind dus. Het begon allemaal gisterenochtend tegen Arend Bos. Vervolgens Tim de Tilon, Eddie White, Patrick Bourtin, Marco Pol, Peter Marissen, Vincent Kamphuis, Tim Hoop en Wesley Harms. Voordat Vladimir Andersen dus werd geslacht. Scott Waite had het in zijn halve finale een stuk lastiger. Hij had eigenlijk misschien wel moeten verliezen van Jeffrey de Zwaan. Die matchdarts kreeg om Waite naar huis te sturen. Die matchdarts echter om benut liet. En zo staat Waite hier toch in de finale. Dus voor hem de 11e wedstrijd van dit toernooi. Scott Waite, hij had in de eerste ronde een vrijloting. Daarna Mark Wijsbeek. Marcel van Verk, Dion Willard, Johan de Ruiter, Craig Jackson, Cor Dekker, Martin Adams, Martin Phillips, Leroy Nieuwenhuis, Jeffrey de Zwaan en nu dus tegen Ross Montgomery. Daar bent u weer helemaal bijgepraat. Dan kunnen we ons concentreren op de 79 van Scott Waite. Triple 19 is dubbel 11 over. Nu via 20 en tops. Of tops en dubbel 10. En de laatste wordt het. En de eerste leg is voor de man uit Yorkshire. De finale wordt gespeeld over de best of 5 sets. Per set moet er dan ook nog de best of 5 legs gespeeld worden. Dus 3 gewonnen legs levert je een set op. En 3 gewonnen sets levert je de titel, de beker en de €5000 eerste prijs op. Komt uit Glasgow, Ross Montgomery. Captain van het Schotse team. Nee, loopt toch alweer een tijdje mee in de top. Nou is hij op de televisietoernooien lang niet altijd even succesvol. Met name op Lakeside wil het maar niet lukken met de Schot. Dan in 7 pogingen nog nooit voorbij de tweede ronde. En dat is toch wel wat magertjes. 141 voor Montgomery. Die wordt niet uitgegooid. En dus de kans voor Scott Waite om Montgomery te breken. Moet vanaf 121. Triple 20 om mee te beginnen. Zou mooi zijn voor de Engelsman. Niet gegooid. Zelfs geen 20. Dan is de finish weg. De rest slechts wegzetten. 43. En afwachten. Was je required 36. En als Montgomery dan 3 darts mist, is dat toch weer een kans voor Waite. Triple 18 voor hem. Niet gegooid, 20 en tops.
Die zit er mooi voor. Daar kan hij hem prachtig opleggen. En zo moeizaam als de dubbels gingen bij Wade in de halve finale, zo makkelijk gaan ze voorlopig in de finale. Nou, Wade is inmiddels natuurlijk al 23 wedstrijden op rij ongeslagen op de Dutch Open. Dat is een imposant rijtje. Won het toernooi vorig jaar. En deze 180 stuurt hem goed in de richting om in ieder geval de eerste set vandaag weer te winnen. Wade won ook in 2007 de Dutch Open. Kan dus voor de derde keer bij de heren het toernooi winnen. En dan kom je echt in een lijstje waar maar heel weinig mannen in staan hoor. Slechts twee spelers wonnen het Dutch Open ook 3 keer in hun carrière. Raymond van Barneveld kreeg dat voor elkaar. In 2001, 2004 en 2006 won hij de Dutch Open. En de andere naam is Alan Warner. Ook hij won de Dutch Open 3 keer. Hij deed dat in 1989, in 1993. En in 1998, dat is dus al even geleden. Waits naar Bullseye. Dat was voor de eerste set. Was your require 161? Montgomery heeft de grootste moeite om Waits bij te benen. 99. Scott, you require 25. Dubbel 8. Ja, ja, de eerste set gaat met 3-0 naar Scott Wade. Second set, first lock, it's what's the throw first, game on. Montgomery, die, hoewel die weinig grote televisietoernooien gewonnen heeft, toch wel een aantal mooie titels op zijn naam heeft staan. 46. De laatste keer dat Montgomery de beste was, was in België. Het Tops of Gent toernooi in 2013 wist hij te winnen. Maar won ook al het Belgisch Open, de British Classic, het England Open en ook het Welsh Open. Dus hij heeft al een aantal mooie titels op zijn naam staan. Ik zei het al eerder, het is voor Montgomery sowieso een mooie dag. Hij speelde 11 jaar bij de Glasgow Diamonds American Football en vandaag is natuurlijk ook 55. Super Bowl Sunday. Finale van het American Football seizoen in Amerika. De Super Bowl vanavond. Daar zal hij zeker met grote interesse naar gaan kijken. Dit kan Montgomery goed gebruiken. Oh, dit kan Montgomery heel goed gebruiken. Zijn eerste 180 van de wedstrijd. Tops over. Waits op 135 is natuurlijk wel een mogelijkheid. Begonnen met Bullseye. Dan naar de triple 19 toe. Die gaat er niet in. Dus komt Montgomery terug. Voor tops. En dubbel 10. En dubbel 5. Ja, en dat is de tweede keer in deze partij dat Montgomery 3 darts voor een dubbel krijgt in de leg die hij zelf begint. En ze alle 3 mist. Waits naar tops. Naar dubbel 10. Maar ook Waits deze keer niet. Was je require 10?
Veilig eerste. En dan raakt de tweede voor Montgomery. En zo staat de schot eindelijk ook op het scorebord. Ja, daar waar Scott Waits tot nu toe het tempo eraan gaf in deze finale, is het nu Montgomery die het initiatief te pakken heeft. Na 12 darts stops overlaat. Tops voor Montgomery. Dan moet die dubbels wel wat sneller gaan raken. En dat doet hij ook. En zo 2-0 de voorsprong voor de Bos. Tweede 180 voor Montgomery. De schot wordt sterker en sterker in deze tweede set. Weer die eerste triple 20 erin. En Waits kan er weinig tegenover zetten. 55. Russia required 98. 98 voor Montgomery, triple 20 en dubbel 19. Mist hem aan de binnenkant, maar dat maakt op zich niet zoveel uit, want Wade staat nog mijlen ver achter. En de dubbel 8 wordt gevonden en zo gaat ook de tweede set met 3-0. Maar in deze keer gaat hij naar Ross Montgomery. Kijk naar die gemiddelde, met name de eerste 9 darts. 110 voor Waits, 109 voor Montgomery. Het overall gemiddelde voor Montgomery is beduidend hoger. 96 in het eerste vakje om 84. Maakt met name het verschil in de beurten met 2 triples. Die categorie 131 plus 7 om 4. Daar scoort Montgomery een stuk beter dan Scott Waits. Beide mannen deden eerder dit toernooi. Dat was op donderdag. Of op vrijdag moet ik zeggen. Toen werd het koppeltoernooi gespeeld. Ook weer de koppels mee. Adams en Montgomery kwamen tot de laatste 16. Daar verloren ze van het koppel Hughes en Mandigers.
Atkins en Waits, want Scott Waits gooide met Martin Atkins, kwam tot de halve finale. We verloren daarin van hetzelfde koppel Hughes en Mandigers. Het toernooi bij de koppels van de heren werd overigens gewonnen door Richie George en Scott Mitchell. Dan bij de dames Lorraine Farlam en Anastasia Dobromyslova de beste waren. Dubbel 18 voor Waits. Yeah, de eerste leg is weer binnen. Eens kijken of we nu wel wat spanning in een set kunnen krijgen. Tot nu toe alle sets 3-0 geworden. Als dat zo doorgaat, dan weten we ook welke richting set 3 opgaat. Zo makkelijk als de triples bij Ross Montgomery in de vorige set vielen. Zo moeilijk gaat dat nu. Wait, met 170 om dubbel 16 over te laten. En dit is dan weer allemaal in de leg die Ross Montgomery is begonnen. Die pikt wel aan en haakt wel aan en 174 erachteraan, maar het is niet genoeg. Dubbel 16 voor Scott Waits en 2-0. Ja, het is 2-0. En zo gaat ook deze set weer razendsnel richting één speler. Ja, je ziet het in de zaal, het is echt het gezelligste uitje dat je met je dartteam kunt maken. Eén keer in het jaar ga je naar de Dutch Open toe. En waar dat dan ook is, dat maakt niet zoveel uit. Ik sprak gisteravond nog, toen ik aankwam hier in het hotel, een hele groep met mannen uit Apeldoorn die ook al het hele jaar weer hadden uitgekeken om hier te mogen spelen. Het enige wat ze tegen me zeiden is, je moet het even zeggen, maar Elwin van Straten, die zit thuis, want ja, die heeft vlak voor de Dutch Open problemen gekregen met zijn rikketik, die moest naar het ziekenhuis en mag niet mee, maar die vindt dat zo erg. Ja, Elwin, volgend jaar is er ongetwijfeld weer een Dutch Open, dan zorg je dat je er dan weer bij bent. In ieder geval van harte beterschap. Zou het dan toch zo zijn dat deze set niet 3-0 wordt? Mooi in beeld hebben hoe Montgomery die darts vast heeft. Voorop de barrel. Hetzelfde eigenlijk een beetje als Waits. Kijk, hij heeft ze helemaal vooraan vast. Je ziet dat toch niet zo heel veel hoor. De meeste spelers hebben de darts meer in het midden vast. Nou, als het werkt, waarom niet? Met deze twee mannen werkt het. Koppel 17. Niet gegooid. De triple 19 zit niet zo ver weg. Dat is de volgende halte en die wordt dan ook weer gemist.
En dan heeft Waits misschien inmiddels weer wat hoop gekregen dat hij toch deze leg nog pakt. En hoop doet leven. Een paar trippels geeft hij nog meer hoop. Het is één trippel, dat is eigenlijk één te weinig. 88 voor Montgomery. Moet naar de 18 toe. En dan naar Bullseye. Die wordt heel ruim gemist. En dan is het Waits op 104. Triple 18 en dubbel 16. Oh nee, ruim niet. Nee, daar wordt hij niet vrolijk van. 46 voor Montgomery, die gaat naar tops. En die gooit tops ook. En zo hebben we eindelijk een set waar wat spanning in komt. Een set die niet 3-0 gaat eindigen. En dan mag Montgomery er zelfs 2-2 van gaan proberen te maken. 16. Ja, het blijft toch een van de mooiste titels die je als darter kunt winnen. De Dutch Open, toernooi met de meeste deelnemers. Ook een toernooi met een heel sterk deelnemersveld altijd. En als je uitgeschakeld bent, dan is er voldoende mogelijkheid om je verdriet te verdrinken. Dat helpt ook. Er staan natuurlijk prachtige namen op de beker. De eerste Dutch Open 73 werd gewonnen. 1973 werd gewonnen door Ton Koster. En dan gaan we richting de jaren 80. Waarin langzaam maar zeker de echte toppers ook naar Nederland toe kwamen. Een aantal Belgen. Frans de Voogd won dit toernooi twee keer. Luc Maril. Ook Leo Laurens in 1990. Amerikaan Steve Brown won het toernooi in 1988. En eigenlijk de grootste verrassing van allemaal was de Griek Costa Lavassas in 1991. Nou, ik word uit, want ik was daar gewoon bij. Waits voor dubbel 8. Waits voor dubbel 4. En Waits mist en pakt dus niet de set. En dus Montgomery om er toch nog 2-2 van te maken. Triple 20 en dubbel 8. Niet gegooid. Triple 13, dubbel 16 dan. Ook niet gegooid. En dan krijgt Waits wederom de kans om de derde set te pakken. Via dubbel 2. Via dubbel 1 dan. Nee, niet dan. En dan Montgomery. Dubbel 10. Dubbel 4 dan. Ook Montgomery heeft moeite met die dubbels. Maar uiteindelijk de dubbel 4 wel gevonden. En dus is het 2-2 in de derde set. Ja, Scott Waits won dit toernooi natuurlijk vorig jaar als wereldkampioen de Dutch Open. Dat is knap, want dat is niet zo heel vaak hoor, gebeurd. In 1996 deed Steve Beaton het ooit een keertje. Hij was de eerste die dat lukte.
En daarna heel weinig spelers die dat lukt. Heel, heel weinig spelers die dat lukt. Adams een keer. En Waits dus. And that's it. 57. Ja, dit jaar deed de wereldkampioen van de BDO niet mee. Steven Bunting. En toen was de overstap richting de PDC aangekondigd, dus die kon hier niet meer meespelen. 59. Nou, met Scott Waits en Ross Montgomery hebben we toch twee prachtige finalisten. Twee topspelers. En zo zie je maar weer, ondanks dat je dus 2000 deelnemers hebt en ondanks dat er altijd heel veel verrassingen zijn, hou je toch meestal wel weer de grote namen over in de finale. Tops voor Montgomery. En die gooit die heel knap uit hoor. En zo pakt Montgomery de derde set. De set waarin hij dus 2-0 achterkwam tegen de darts. En toch nog die set pakt. En kijk, het gemiddelde van Montgomery. De eerste 9 darts. 107 gemiddeld zo'n beetje. Dat is prima hoor. En het overall gemiddelde zit ook boven de 90. Daar kun je gerust mee thuiskomen. En Waits, wederom dus in de problemen. Die problemen had hij al in de halve finale. Toen Jeffrey de Zwaan 3 match darts kreeg, maar ze voor Waits gelukkig miste. Problemen heeft hij in het hele toernooi verder niet gehad, Scott Waits. Alle vloertoernooien, alle vloerwedstrijden heeft hij altijd met een minimale marge van 2 legs verschil gewonnen. Maar Montgomery heeft langzaam maar zeker het initiatief overgenomen. Beter gaan finishen. En heeft hij zijn eigen hand, als hij zijn eigen legs wint, is hij Dutch Open kampioen 2014. Het zou een mooie finish zijn. Heeft hij er zin in? In de bullseye Montgomery. Meestal wel. Hij gaat er gewoon voor. Ross Montgomery finished 161. En hij wint nu 4 legs op rij. En vanaf het moment dat hij 2-0 in legs achterkwam in die derde set, heeft hij dat prima omgebogen. Jong en oud, allemaal aanwezig om te spelen en om te kijken. Kijken hoe de grote namen het doen. Misschien kun je er nog wat van leren. Waits moet wat forceren, moet wat voor elkaar krijgen, moet de aankomende 2 sets winnen. Moeten ze in ieder geval 3 van de aankomende 4 legs winnen.
Allebei op 161, de finish die Montgomery in de vorige leg uitgooide. Nu is het de beurt aan Waits, hij mist de triple 17. 97. Ja, de 161 finishes zijn toch wel een zeldzaamheid. Twee legs op rij, nee. Dat lijkt al wat veel. 41. Scotty requires 64. Triple 16. En dubbel 8. Dat is de makkelijkste manier. Dubbel 4. Dan wordt het al wat moeilijker. Maar niet te moeilijk voor Scott Waite. Terug naar 1-1. En in ieder geval heel even dat momentum van Montgomery gebroken. En ook de dames die met een glimlach de versnaperingen aan ons uitserveren. Lachen nog steeds, zelfs na 4 dagen. Vier lange dagen. Hij heeft altijd een beetje de neiging, Scott Waite, als je naar hem kijkt, dat hij die darts niet echt gooit, maar een beetje aan het duwen en trekken is. Je ziet dat met name bij zo'n laatste pijl, waarin hij zijn hele lichaam erachteraan gooit zo'n beetje, om die pijl nog maar in het bord te krijgen. Maar het is wel effectief. De laatste maanden misschien niet in de beste vorm van zijn leven. Dat was hij 1 jaar geleden wel, toen hij Lakeside won, toen was hij ongenaakbaar. Direct de Dutch Open erachteraan, maar daarna is het wel wat stil geworden rondom deze Scott Waite. 16. What's your requirement? 133. 133 voor Montgomery. Een goed begin. Triple 19 zou een goed vervolg betekenen. Een dubbel 8 zou een perfecte finish betekenen voor Ross Montgomery. Dat net niet. Maar het scheelt toch niet veel. En dan heeft Waite dit soort finishes nu wel nodig. 120. De Shanghai 20. Hij mag naar tops. En hij gooit de tops er net boven. Ross, you require 16. Dubbel 8. De concentratie bij de schot. Dat is een goede marker daartegenaan. Vanaf die kant, dan is dat het raak. Maar hij krijgt hem daar niet tegenaan. Hij moet naar dubbel 4. En die gaat ook mis. En dan krijgt hij dus ineens zo'n kans, Waite. Terwijl Montgomery kwaad die pijlen uit het bord grist. Waite en tops. En Waite pakt tops. Ja. Hij kreeg het cadeautje van Montgomery en hij pakte hem maar wat graag uit. Forward like it, got the throw first, game on. Montgomery, die kijkt er niet vrolijk bij het uitdelen van cadeautjes. Zoveel is duidelijk. 114. Geen type kerstman. One and right.
38. Even een beurt zonder triples voor Scott Waite. Met een finish over. 158 is voor de set. Dan gaan we een vijfde en beslissende set spelen. Het zou wel passen in de dag waarin we al heel veel beslissende legs en beslissende sets hebben gespeeld. 158. Niet uit. Maar wat laat je over? 60 over. Toch niet helemaal blij. Montgomery 164 in de eerste leg. 161 uit, maar daar blijft het even bij. 42. Dit moet Waite toch voor elkaar krijgen. 20 en tops, twee pijlen. Lijkt een ABC'tje. En het is een ABC'tje. Scott Waite is weer helemaal terug. Hij wint set 4 met 3-1. En zo is het 2-2 in sets. Game on. Scott Waite begint aan de vijfde en beslissende set. Waite won de eerste set met 3-0. Moest vervolgens de tweede set met 3-0 aan Montgomery laten. De derde set was de meest spannende tot nu toe. Daarin kwam Waite 2-0 voor, maar won Montgomery vervolgens toch die set door drie legs op rij te winnen. Waite draait het weer knap om in die vierde set en maakt er 2-2 van. 58. En dan is het nu heel erg makkelijk. We spelen best of 5 legs. That's it. Dat is alles. Geen tiebreaks. Als het 2-2 is, gaan we boelen. En zal de vijfde leg sudden death zijn. Dan weten we wie de Dutch Open bij de heren gaat winnen in 2014. Wordt dat de man die dat vorig jaar ook deed, Scott Waite? Of wordt dat de captain van Schotland, Ross Montgomery? Waite voorlopig goed onderweg in deze leg. Kijkt even waar Montgomery op uit is gekomen. Dat is 160, dus moet het wel uit. Moet hij naar de 14? En moet hij ook naar Bullseye? En gooit de bullseye en komt 1-0 voor Scott Waite. Het is toch lekker als je aan het begin van zo'n beslissende set zo'n bullseye finish gooit. Kijk, daar staat hij nog altijd. Hij heeft nog geen nieuwe eigenaar, deze prachtige bolide. De eerste speler. En ja, dat moet dan een van deze twee zijn die de perfecte negendarter gooit op dit podium. Die mag hem mee naar huis nemen. Maar we zijn nog niet echt in gevaar geweest dat hij het kanaal overging. Het aantal 180ers in de partij staat op 4 tot nu toe. 3 van Montgomery, 1 van Waite. Nou, hij staat er toch maar. 16.
Als die niet gegooid wordt, ik weet niet wie hem dan mee naar huis neemt. Waarschijnlijk de eigenaar weer. One on one. Wait, laat wel een finish over. Een hele hoge, maar het is een finish. Montgomery moet zijn eigen leg houden. Dit is dan een hele knappe score van Ross Montgomery. 164 voor Scott Waits. Twee keer triple 19 en bullseye. Nee, de eerste zit er al ver vandaan. Dan houdt het verhaal heel snel op. Mag Montgomery voor 10 en tops. Om er 1-1 van te maken. De 10 is geen probleem. Tops. Is toch een iets groter probleem. Maar niet onoverkomelijk. We zijn weer in balans. Op 1-1. En zo. Is een wedstrijd die begon als best of 5 sets. Inmiddels geniveleerd tot best of 3 legs. In de eerste rondes van deze Dutch Open speel je over de best of 5 legs. Dus heel kort. Vandaar ook dat de verrassingen altijd in die rondes bijna vallen. Hoe langer het format wordt, hoe beter dat uitkomt voor de absolute toppers. Die komen dan eigenlijk altijd wel bovendrijven. One on one. Ja, het is toch wel fijn als je de absolute toppers overhoudt aan het einde. En als je die toppers overhoudt, dan zie je ook, dan blijft de zaal goed gevuld. Want die is absoluut goed gevuld hier, hoor, in de Bontevere. Kijk, dit is ongeveer, zoals ik het zie vanaf mijn stek, boven in de zaal. En dan kijk ik over al die hoofden heen. Veelal kale hoofden. One on one. Waits in zijn leg. Waits van een 140 op 68. En Montgomery. 140 zou wel heel veel druk leggen op die 68 van Scott Waits. Heeft hij nog wel een triple 20 nodig? One die gooit hij niet. Maar dit Scott wordt wel billenknijptijd nu. Triple 12 voor Waits. Nee, triple 20 voor dubbel 4 kiest hij. Oh, en die gooit hij met twee pijlen uit. Ja, dat is een 24 karaat finish hoor van Scott Waits. Ze hoeven echt niet altijd van 150 of hoger te zijn om heel belangrijk te zijn. Deze was dat zeker ook. En zo had hij al die 84 finish in de eerste leg Scott Waits op de bullseye. En nu die 68 met twee pijlen. Dat is toch lekker. 59. En dat betekent dat Scott Waite nog één leg verwijderd is van de titel. 24. En dat zou deze leg kunnen zijn. En als dat niet deze leg wordt, dan gaan we een allesbeslissende spelen. Wel zo leuk. 16. Ja, deze leg al begonnen met 24. En dit 74. Tikt ook niet echt aan tot aan die laatste pijl in ieder geval. In het bord te prikken. De tweede voor Scott Waits pas in deze partij, maar hij komt op een bijzonder lekker moment. Thank you. Terwijl Marco Meijer nog even het publiek tot stilte maand.
sociale controle. De enige fluiter nog even tot door de roep is Montgomery het initiatief kwijt. Wade richting een finish. Een finish die hem de titel kan opleveren. 59. Dan zal dat nog wel een hele hoge zijn hoor. Want 164 is echt niet makkelijk. Flip de fluiter zit er nog steeds. Ja, het is ook altijd een speler die achter staat die daar het meeste last van heeft. Montgomery, op het laatste moment gaat hij toch nog even rekenen. Dan denkt hij, met een 20 kom ik niet op een finish, met een 18 lukt me dat wel. 164 voor de wedstrijd. Montgomery had al een keer een 161 finish. Wade, nog geen finish boven de 100. Dat zal hem heel weinig kunnen schelen als hij deze leg wint. 85 over, hij wil naar triple 19 toe. Maar gooit hem niet. Ook voor Montgomery 164. Hij gaat het op de conventionele manier proberen via triple 20. Het resultaat is hetzelfde. Alhoewel, hij laat dubbel 12 over. Scott Waits voor de titel. 66, triple 10 of bullseye. Waar kiest hij voor? Kiest voor de bullseye, maar mist hem ruim. En dan 50 over. Waar ga je voor? 18 en dubbel 16. Dubbel 16 voor Waits en de titel. En deze keer pakt hij die finish niet. En zit hij er ook een behoorlijk eind naast. Die dubbel 16 zat dichter bij de dubbel 11. Montgomery voor dubbel 12. En dubbel 6. Nog eentje over voor dubbel 6. Montgomery. Ja, toch nog met die laatste bel. De dubbel 12. En dan zijn we op dat punt aangekomen. 2-2 in sets, 2-2 in legs. We gaan voor de bullseye gooien. Wade gooit een enkele bol. Even overleggen, wat doen we met die pijl? Nou, hij gaat eruit. Ook hier een enkele bol. Dat betekent dat Montgomery nu als eerste voor de bullseye gaat gooien. Weer een enkele bol. We gaan door totdat er een winnaar is. Montgomery een enkele bol. Waits buiten de bol. En dat betekent dat Montgomery de laatste leg gaat beginnen. Eén leg spelen we. Montgomery gaat hem beginnen. De winnaar van de leg wint de Dutch Open 2014 bij de heren. Pakt €5000 mee voor de moeite. En de runner-up zal het met de helft moeten doen. En Montgomery houdt niet van half werk. De vierde 180 in de wedstrijd. En hij doet dat op het moment dat de druk het hoogst is. Maar kijk. 125. Bijna het perfecte antwoord van Scott Wade. Bijna. En nu weten we het zeker. De bolide blijft hier. Toch zitten ze weer dicht bij elkaar. Met Montgomery in de beste positie. Met het initiatief. En met 140. Ja. Dat is een goede laatste leg voorlopig hoor van Ross Montgomery. Wade moet er achteraan. Moet er achteraan. En nog één erbij. Nee, weer die laatste die een andere kant op gaat. En dan is dit voor de wedstrijd. Voor de titel. Triple 17. En bullseye voor Ross Montgomery. En hij mist hem ook. En zo heeft Wade een matchstart gemist. En heeft Montgomery nu een matchstart gemist. Wade krijgt hij er nog een. Niet in deze beurt.
En dus is het aan Ross Montgomery om de Dutch Open 2014 op zijn naam te schrijven. Heeft hij alleen maar dubbel 14 nodig. Drie darts in de hand. En dan gaat de winst naar Schotland. Dubbel 7. En dubbel 7 gooit hij. En zo wordt Ross Montgomery de derde Schot die de Dutch Open weet te winnen.